We hebben wel veel balbezit, maar we hebben veel te weinig met dat balbezit gedaan. Het tempo was veel te laag en we hebben veel te weinig kansen gecreëerd. En dan krijgen we er twee tegen en spijtige nederlaag. We wanted to make our fans laugh after they disappointed 3 days ago, but we couldn't fulfill our promise. So we are all disappointed and also angry of ourselves that we couldn't win this game. Ja, dat klopt inderdaad. We moeten gewoon 100% geconcentreerd zijn en goed uitrusten. Er zijn veel matchen in korte perioden en dan moet je fysiek top staan. En, misschien is dat op dit moment nog niet het geval, dus moeten we fysiek sterker zijn. It's not easy for us now because we just blew up. I think 2 games like this is not easy for us. But in football, as a professional, we just have to get over every game. We just have to take the good points in it and also try to improve upon the mistakes we made in the last game. Als we geen kansen creëren, moeten we gewoon een organisatie houden en geen tegengoals krijgen. En dat is vandaag niet gebeurd. Dus, maar we moeten gewoon nu, woensdag is er al opnieuw een match en gewoon op naar de volgende match en proberen veel beter te doen dan vandaag.